Ik vind dat succes op YouTube voor een groot deel de keuze is om het een succes te willen maken. Je begint een kanaal en in je kanaal zit een bepaalde uh, verwachting die schep je over een waarde die je gaat leveren aan een kijker. En ik denk uiteindelijk dat je zoveel mogelijk moet proberen om dicht bij die belofte te blijven uh, en te zorgen dat elke video die waarde ook inderdaad levert.